Yo, what up guys van de Naden, van harte welkom op mijn kanaal. Welkom terug bij Days Gone. Er zijn 827 dagen verstreken en dit is inmiddels aflevering 40, een mooie mijlpaal waar we verder gaan vanuit dit militiekamp en verder lopen met deze kolonel. Laten we naar hem luisteren. Ik heb er zin in, ik ben reuze benieuwd hoe dit gaat vervolgen. Welkom bij aflevering 40, let's go. I've been in the shit a long time. You know your way around the freaks? Yes, sir. I know as much as anyone, sir. Good, good. In here. We'll have the doc take a look at you. En dan opeens Sarah tegen het lijf lopen. Dat zou toch wat zijn, hè? Pulse is strong. Good heart rate. Got a pretty nasty burn there. How'd that happen? Had a run-in with a wood stove. Wood stove, huh? Who dressed this? I did. No está mal. Not bad at all. Thank you. Keep it dressed, or you're gonna lose that arm. You hear me, amigo? Yeah, I hear you. I want you to check back with me in a few days. Got it. Well, Doc? He's fit to serve. Lo hará bien. You doing runs out in the shit? Sorry, Doc. Ya tiene novia. He's spoken for. Let me guess. The Wizard Island Witch. Vaya con Dios. Good luck, amigo. Let's go, son. I normally don't tolerate insubordination, referring to an officer as a witch. But I make exceptions for some of my more eccentric officers. Yes, sir. I make exceptions because every man and woman still living has a role to play. Do you believe in God, St. John? Never gave it much thought, sir. Well, it's high time that you did. He has a plan for us, all of us. And my part is this. Je bent een fucking freak als je je laat leiden door het geloof, maar dat is in mijn ogen zo. Leuk dat je beweegredenen hebt, maar waarom religie? Sir? This place. I had a vision. Oh, nothing so grand as those described in the Old Testament. No flaming chariots or burning bushes. I simply woke up one morning before God's plague had rained down upon the world and knew that this was the place. Crater Lake, Wizard Island. I call it the Ark. Are you familiar with the story of Noah's Ark? Yeah, I mean, yes, sir. I mean, everyone's heard of it. Indeed. You'd be surprised how few have read the Bible or the Book of Revelations. You mean Genesis, Noah's story. I mean, it's the Book of Genesis, sir. Yes, of course. Ik vind dit maar een hele rare snuiter, moet ik heel eerlijk zijn. Okay, son, let's get you squared away. Whatever you say. Now, we don't have much in the way of uniforms, I'm sorry to say, but I think that... here. Try this on. Seems to fit. I'll take that. Well, if you don't mind, this is a gift from an old friend. An old friend. Not many of those left anymore, are there? No, there are not. Okay, soldier. But I don't want to see you wearing it. You're one of us now. Normally, we start new recruits in the rank of private. But since Captain Curry has vouched for your experience in the field, we are starting you out at the rank of corporal. Congratulations, son. Thank you, sir. Yeah, let's get you some work. All right. Now, what was I saying? You were telling me about the Ark, sir. Yes, the Ark. What you see here is only a small part of it. Behind us is a whole network of caves and vents that lead from here up to the Cone's Peak. When our work is complete, they will be filled with thousands of seeds, plants, computer files, and books. The world may die, but our achievements in medicine, science, and technology will not die with it. No, sir. But the island is more than just an ark, Corporal. It is a stronghold, a fortress.
Here at the North Gate, we are stockpiling enough munitions to take the fight to the freaks. We have rifles, grenades, heavy machine guns, and RPGs. We have the equipment to make ammunition. Every type, every caliber. This is our mechanical engineering area. If you need your bike repaired, see the officer on duty. No one. And as you can see here, courtesy of the old National Guard, we are building a fleet of trucks and other vehicles. Once the hordes are cleared from the highways, we will begin to rebuild the roads and bridges. Your slash-and-burn strategy may stop newts and swarmers, but it won't clear the highway. It won't stop the hordes, sir. We are aware, Corporal. The hordes. The hordes are a different beast entirely, aren't they? But we have a plan. Plan, sir? Benjamin Franklin once said, by failing to prepare, you are preparing to fail. We are not going to fail. The heart of the army lives here, at the gate, ready to move on my command. These tents house hundreds of women and men, just like yourself, who have pledged and sworn their lives to the fight. But I have something else in mind for you. An assignment that requires more than just the ability to survive in the shit or use a gun. How long have we been standing here? Yes, sir. Ridiculous. Wherever you need me. You asked how we were going to defeat the Horde. Let me show you. Don't get in my way. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat lopen, jongens. Ik vind het echt. Ten eerste vind ik het een rare snuiter. Ten tweede vind ik dit stuk nu zo vet. Ik ben echt benieuwd. Whoa! Now! Shit! You okay, Lieutenant? Oh. Hey, Colonel. Sorry about that. Too much acetone in that batch. Lieutenant Weaver is our chemical engineer. He's working on new ways to blow shit up. Defeat the enemy. Sorry. But, yeah. Name's Weaver. James. St. John, Deacon. All this militia shit's just for show. Right, Colonel? Corporal St. John is new to Corey's unit. If you need anything from out in the shit, he's your man. Oh, shit, yeah. Yeah, there's a couple of things I need. What are you working on? Oh, just the new gelling agent combining naphthenic and palmitic acid. You working on napalm? Yeah. Yeah. This dude knows his shit. Just a lucky guess. Sorry to interrupt. Oh, anytime. Oh, Colonel. I'm getting real close, Colonel. Very close. That's good. That's really good. Where you going next, Colonel? Wizard Island Witch? That'll be all, Lieutenant. Waarom noemt iedereen benoemd de Wizard Island Witch? Wat is dit? Again, let me apologize for my more eccentric officers. Wat als ze het over Sarah hebben? Wat de hel? We have one final stop. As much as I believe in Lieutenant Weaver's work, what you're about to see could be, I think, our path to victory. In here. Sarah. Sarah met plantenkunde. All right, what is this? Ma'am, I got everything ik on the requisition je. Form. Does this look like fabric softener? No, ma'am. Okay, why don't you read it? Active ingredients. Het is er! Chloroform. Holy and, fuck, dude. Get out. Shit. Get out! Matt, I can't do this if I have to do my own supply runs. I got it covered. Lieutenant Whitaker, this is Corporal St. John. He's a new member of Corey's unit. He's got some experience out in the shit. Read this. What? Read this. I mean, you can read, can't you? Active ingredients, chloroform, aterpenol, benzyl alcohol, ethylacetate. Good acetate. Enough. When can he start? Ah, I'll leave you to it. Carry on, Lieutenant. Leave us. Is
Sarah. Stand at attention. Dead. You're supposed to be dead. Hey. You're dead. It's okay. You're dead. I'm right here. Wait a second. I don't understand. I couldn't find you. You had died and I, No. We were overrun. And we had to go south. Farewell was overrun. They said that everybody was dead. And I didn't think that. I never thought I would see you again. Hey, listen. We can ride out of here. We'll pick a direction. We won't look back. Come on. No, Deacon. I can't. Are they forcing you to stay here? No, you don't understand. We're fighting a war. Don't you see? This is a war that we can win. I didn't come here to fight a war. I can be helpful. I can make a difference, but I can't go with you. I have to stay here. Don't you get it? You can stay here with me. Help me. Look, afterwards, whatever you say, we can go wherever you want. Colonel's looking for you. Whatever you say, ma'am. Wait a second. Your requisition form. Thank you, soldier. Holy shit. Ik denk dat Deacon iets nog niet lijkt te snappen. Of te willen snappen. Holy fuck, ik ga deze even meteen synchroniseren. Een bekend gezicht, wat de hel. Ik denk dat hij dus nog niet inziet dat zij van levensbelang is. Dat zij die doorbraak met planten en de schimmels waar waarschijnlijk alles door ontstaan is. Het is een soort biowapen. De kern, ze probeert het waarschijnlijk uit te zoeken en kan het misschien ergens oplossen. Maar Deacon is nu even helemaal in de war door hoe dit allemaal loopt. Wat op zich niet heel raar is. Wizard Island en ze hadden het over de wizard. Wat was het ook weer? Wat noemden ze? De witch? 100% hartstikke idee, guys. Dealen met mijn verleden. Gezondheidsdrankje. En een skin voor Sarah. Met tattoos, wat sick. Dit is echt heel apart. Mijn vrouw is er gewoon. Corporal St. John to Lieutenant Weaver. Come back. St. John to HQ. This is Weaver. What can I do for you, Corporal? Your requisition form says you need mercury. Any idea where I can get it? Yeah, sure. I should have written that shit down for you. It comes from, Cinnabar. Corey's unit scouted out of mine north of Diamond Lake. Head there, radio me when you arrive. Yes, sir. Hey, between you and me, if the Colonel isn't around, stop with all the yes, sir, no, sir bullshit, alright? Makes me feel old. Fucking vet, nieuwe missie, sidequest voor deze Weaver. Heel veel mensen zijn tegen het regime, zie je dat? Tegen die normen en waarden, tegen die, ja, überhaupt stijl. Die discipline van de kolonel. En dan gewoon Sarah en Weaver hier. Die gast hebben het gewoon gevonden. Maar Sarah moet even tot zijn kopie doordringen. En andersom precies hetzelfde. Hoe moeilijk het nu voor Deacon is. Maar ook hoe moeilijk het nu voor Sarah is. Want zij is er waarschijnlijk inderdaad bezig met die planten en shit. Het onderzoek naar wat er überhaupt ever ooit is gebeurd. Met de uitbraak. We zullen de wereld heroveren.
kolonel Garrett. Voor de rest is er niks anders behalve dan deze troep. Namelijk kwik voor die gast vinden. The Lost Cabin Mine. We kunnen ook uiteindelijk snel reizen. Kan daar naartoe. Komt helemaal goed. Tof hoor. Holy shit. We hebben gewoon een heel nieuw gebied, guys. Met Sarah. Het middelpunt van de belangstelling. Ik vind het echt te bizar voor woorden. Laat ik in ieder geval verder gaan met zijn missie. Hoofdverhaallijn. Dan doen we daarna wel sidequest. Plus dat ik ook natuurlijk heel erg benieuwd ben naar de specifieke skin. Voor de motor. Een Sarah skin. Godverdikkie zijn leven nog. Wat zal Boozer ook raar op kijken, hé. Ze mogen ook wel wat nieuwe wapens geven trouwens. Kom op, ik zit nu toch bij een militia. Helemaal de pokkend omhoog gerend trouwens. Heel benieuwd. Oké, laten we kijken, guys. Corporal St. John, is it? Yes, sir. Come in. Just enjoying a cup of tea, herbal, courtesy of Lieutenant Whitaker. Would you like to try some? It's very good for the digestion. No, sir. Thank you, sir. I was just looking for the duty roster. I have an assignment for you. Men, Corporal. Not that they deserve to be called that. They've taken one of ours. Lieutenant Justine Norwood, a fine officer. And they have her, so, yes, I will get her back, sir. With the help of men like you, we're going to take back this world. Dismissed. Op dit moment bevindt Deacon zich in zo'n klote positie. Holy shit. Vaardigheidspuntje. Uiteindelijk zal ik nu waarschijnlijk ook wel gebeld worden. Via de intercom voor weet ik veel wat allemaal. Zo, heel veel goede skills hier al vrijgespeeld. Eindelijk wat lange afstandsdingen waar ik ook al veel van heb vrijgespeeld. Nauwkeurigheid mag wel omhoog. Laadtijden. Oh, herstelt je gezondheid met headshots. Holy shit. Dat is wel bijzonder vet eigenlijk. En dan hebben we ook nog survival, maar daar heb ik nog het minste in. Dat komt uiteindelijk wel goed. Waarschijnlijk wordt dat belangrijk op het moment dat we shit voor Sarah gaan doen. Onze bloedeigen vrouw. Wat een verwarrende situatie. Corporal St. John, I need to see you. I'll be at the Diamond Lake Outpost. Copy that. I'll be there as soon as I can. Oké, dus als je kijkt, hier niks meer te doen. We moeten nu naar... Even kijken, beschermde zwakkeren. Die hebben we ook. Dat is een quest die ik heb gekregen zojuist. Van meneer de kolonel. Hier gaat story verder. Premiage story. Bij Diamond Lake. Hier is die missie voor een goede soldaat. Nou, ik denk dat ik zeg maar eerst daarheen ga voordat ik daarheen ga. Want beschermde zwakkeren kunnen we sowieso altijd nog wat doen. Maar dan moet ik eerst helemaal naar mijn motor toe rennen, wat echt een raar systeem is. Voordat ik die fast travel kan maken. Want je moet in de buurt van je motor staan, wil je een fast travel kunnen doen. Maar even, ik sta wel eventjes raar te kijken, man. Bij hoe dit loopt. Ik hoop nou toch niet dat ik elke keer echt oprecht deze berg moet oprennen. Nee, ik denk dat ik dan eigenlijk gewoon met mijn motor naar binnen kan, inderdaad. Ik doe weer een snelle opslag.
En dan rij ik als allereerste naar dit punt. St. John, Corporal St. John. You got your ears on, man? Hey, this thing ain't work. Taylor. Yeah, your radio works. What's up? Deacon St. John, hey. Nothing. It's just checking in on you. I haven't seen you since the whole swearing in thing. That was some shit. Taylor, you know, I'm kind of busy. Well, hey, what the hell they got you doing? I'm in the damn infantry or some shit. Spend all day burning out nests, chopping down trees, hauling wood. Sorry, what are you doing? Research. They got me going out into the shit, finding supplies for the officers, working on... Oh, shit! Oh, I heard about that. Yeah, working on bioweapons, chemical weapons, shit like that. Burn them freaks to the ground, am I right? Yeah, look, Taylor, I gotta go. Alright, hey, look, man, it's just, I'm having second thoughts about all this military shit, you know. Taylor, what radio are you on? Are you sure that you're not being monitored? Oh, shit! Huh, that's what I thought. Gotta go, St. John out. Lieutenant Weaver, you there? I'm at the mine. Good. Okay, man. You take a look around. The report I saw listed ore testing kits. You're gonna need one. An ore testing kit. Copy that. Cinnabar is kind of red, but not shiny. It'll have a dull luster to it. It's gonna be hard to miss. Test the ore. It's gotta be at least 60% pure, or I can't use it. All right, got it. Testing kit. Where the hell am I gonna find it? Oh, wow, moet ik straks echt de mijn in? Let maar op. Ik moet straks gewoon echt de mijn in. Nothing in here. Fuel can. Huh? Het is helemaal afgesloten. Testing kit, yeah. Zo. Deze mijn. Ik heb het idee dat we hier later nog een keertje moeten terugkeren, man. Oh, we moeten ook daadwerkelijk naar binnen. Zie je? Nu pas kan ik die auto doen. Oh, vet shit, man. Love this. Okay. What did he say? Red rock, dull luster. Cinnabar. Yeah. Red rocks. Alright, let's see how pure this is. Nice. This'll work. What? Really? There we go. This is fucking intense, Alan. Shit, wat een vette game. Het was een eng gedeelte. Turned on. Hey,
What the hell, man? Oh fuck, moest vasthouden. That should be it. Intense. Yeah, that's it. Water's going down. Die beesten werden ook echt hemelwauws. Get the hell out of here. Nog meer. Dood of zo, inderdaad. Wat is die shotgun trouwens fijn, man. Kijk ze nou dat licht. Ze vinden dat licht helemaal kut. Fantastisch. Here's some more. Aha, ik moet in totaal 6 verzamelen, dus ik moet nu gewoon teruglopen en dan kan ik meteen weg. Okay, good. Hele vette sidequest, hè? Echt een hele vette quest. Kan ik daar pakken? Flessie. Hier nog wat erts. Go, cinnabar. Testing. Yes, you'll work. Yeah, almost enough. Ik sta nog steeds in een area waar... Zie je, het is hier geel. Moet ik hier nog steeds dingen kunnen... ...pixen? Is het hier dan? Nee, daar is dat. Raar. Hier, het is toch nog in deze kamer moet het zich bevinden. Oh, helemaal aan het eind. Ja, man. Here we go, cinnabar. Ik dacht al, dit is nog steeds een gele area. Alright. Come on, Or, let's see how pure you are. One or two more samples is all I need. Zo vet ook, vanaf dat moment dat die generator aanging, zeg maar. Het stroom meteen, dat gegil door die gangen. Dit is het laatste. Dit is zeg maar wat ik nog niet kon doen omdat al die enemies nog leefden. Oh, yo. Trappetje zelfs. Hier is het niet. Waar zal het zijn? Hier. And now I just gotta test. Yep, just pure enough. Maar effe, wat me nu te binnen schiet, als Sarah gewoon op dat kamp is, hè, al die tijd, dan weet Sarah dus ook gewoon dat die donkere guy haar ring draagt. Haar ring gekregen van Deacon. Hoe kan ze dat weggeven?
Of hebben ze het ook moeten afstaan, zeg maar? En heeft die guy het vervolgens zelf omgedaan? Oké, dat was het. Ik weet niet waarom ik daar omhoog kon klimmen. En wegwezen hier. Elevator shaft. Oh, goddammit. Wonder where this goes. Only one way to find out. And what's up here? Another tunnel? Wat, hij gaat het ook echt uitchecken. Oh, I haven't been up here before. Waarom zou je dit doen? Dit is sowieso freakers, man. En een shitload ook. Die zich hier normaal thuis houden in ieder geval. Dat het hier zo leeg is, is nog een wonder. Oh, ik hoor Nero biepjes. Ja. Een Nero beacon? In hier? Ja, Matty. Dat is een breker. Ja, een Nero injector. Let's see if it still works. Stamina, again. Als ik nou niet een keer vol is, dan weet ik het ook niet meer. Feeling stronger already. Micro recorder, huh? Lieutenant Weaver, this is St. John. I've got the cinnabar you asked for. St. John, good, good. I'm almost ready for it. Hold on a second. Can I help you, Lieutenant? Weaver, I ran out of isopropyl alcohol. Do you have any? Yeah, I got a bottle of vodka back in my tent. Stop by later. Jesus, you never give up, do you? Don't be such a stranger. Fuck off. St. John. Yeah, sorry about that. Anyway, yeah, just drop off the ore as soon as you can. I got some more shit I need you to get. Weaver out. Man, oh man, die Weaver die zal wel achter zijn oren krabben als hij hoort dat het gewoon mijn vrouw is, hè? Zeer intens. Oké, dan vervolgens gaat hij daar verder, die missie. Maar dat hebben we dan in ieder geval nu opgepakt. Dus kan ik hierheen om daar de aflevering af te sluiten. Holy fuck, dude! Nou, dan kunnen we ook meteen testen hoe goed de beveiliging is. Ze gaan achter die wolf aan. Hey, volg mij of zo. Yeah.
Deacon St. John. Hey, you got your ears on, man? Hey. Taylor, what do you need? There you are. Okay. So I finally figured out how to use this damn thing. I got a secure channel and everything. So how's it going, man? Taylor, I'm kind of busy right now, so... Yeah. Sorry, man. Sorry. hey, so... Words out of the camp, the trucks are making their way in, right under the colonel's nose. It's good stuff, too. But do you know anything about that? I don't do drugs, Taylor, so no, I don't know anything about it. Why? No. I don't either. I saw this guy, you know, one of the new recruits, acting all suspicious. He rides in and out of camp all the time, and so I thought I'd follow him, right? Let's see what the hell he's about. Ah, goddammit. Taylor, listen to me. You just go to Corey, let him handle it. You got that? Yeah. That's a good call. Yeah. Okay, Mr. St. John, I'll talk to you later, man. Out. Jesus Christ, Taylor, what the hell are you doing? Waarom houdt Taylor zich inderdaad nu bezig met drugs terwijl hij net veilig is? Dat lijkt me niet de meest slimme actie. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. The feds were whining babies. Suckling at the teat of us taxpayers. But dumb as they were, we can't underestimate them. You gotta know that Chief Muckety Mucks are hiding out there in some bunker, waiting for the freaks to die off. They didn't save the hungry, or their precious constituents. You know the real reason they're in power. They save the elite, the men and women who played ball. They're sitting underground, probably drinking champagne while they wait. Meanwhile, we're out here dying, suffering. Also, the feds can hit the damn reset button. But they didn't account for one thing. We're not as stupid as they thought we were. And once they emerge to reclaim the world when the freaks are gone, we'll be waiting. Oh, yes, we will. And they'll be sorry they ever came out of hiding. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Ah, Jesus, even all the way down here, I can't get away from goddamn Radio Free Oregon. Grappig. Nee, ik heb dus even weer getest om zo'n horde te lokken. Om te lokken naar de rand van zo'n kamp. En dan schieten ze inderdaad in no time die horde kapot. Maar ik kwam hier toevallig ook nog andere gasten tegen. I saw him with Captain Curry. Let him in. Het was heel soepel om binnen te komen, dit. Hey, Corporal. What can I get you? Sergeant. I haven't seen you around before. Lucas Monroe. Ik heb oprecht nog geen... I just shipped in, you know. Enkele tankstation hier gezien, dus dat is ook al kut. Take a look around. I got... All kinds of bike parts, if you got credits. Ja, ik heb dus geen credits. Ik heb dus geen credits, dat is op zich wel een probleem. Even iets anders, er gaat hier dus inderdaad een story mission verder. En dat is hetgeen waar we ons mee bezig gaan houden in de volgende gloednieuwe aflevering. Dat is deze guy. Yo dude, wanneer ga je die ring van me eens afdoen? Corporal, good. I have a job that requires your unique skills. Sure. Yeah. Yes, sir. You remember Vasquez? The man that went AWOL. Yeah, we tracked him to the logging camp. I remember. Well, this man, Sergeant Lee Anderson, was his partner. He was about to be arrested when he killed a guard and took off. Oh, your men have quite the code of honor. Our men? You're one of us now, remember? I've marked the location on where he was last seen on your map. Apparently, like Vasquez, he wasn't alone. Great. Ook gewoon, je bent één van ons nu. Weet je het nog? Oh ja, shit, vergeten. Was het even kwijt. Hou eens op met al die frame drops. Ik snap dat er autosaves in de game moeten zitten, maar dit is gewoon vermoeiend. Zo, kaleren, waar wil die mij helemaal heen hebben? Jongens, ik ga hem hierbij afsluiten bij die aflevering. Bij die aflevering. Ik ga mijn aflevering hier afsluiten bij deze sidequest. Zo, dat kan me soepel uit. Let's go back to Weaver. Die trouwens enorm aan het flirten is met mijn vrouw. Mijn Sarah. Dan mag je wel echt even meenokken.
The fucker. Ik zou graag mijn niveau hier wat omhoog krijgen, dus ik lever even deze zwermeroren in tot nu toe. Oh, wat een typetje staat erachter. I'm here. Name's Deacon St. John. Pleased to meet you. I'm Ella Salazar. Just call me Sal. So, this is where I bring bounty ears? Mm-hmm, this is the place. If you have any freaker ears, bring them to me. Got it. All right. Corporal, goodbye. Bye. Op naar Weaver. Lieutenant. Nah, man. Leave that shit by the door. No. I mean all that army shit. Yeah. Okay. I think that's what you were looking for. All right. Yeah. Yeah, this is great. Hey, just wait a second. Here. Polystyrene. Yeah, you know, like white foam coffee cups, packing peanuts, shit like that. Yeah, got it. Hey, man. By the way, how did it go? With the Wizard Island Witch? You mean Lieutenant Whitaker? Man, I thought you were gonna leave all that shit by the door. That'll be all, Corporal. That'll be all. Zo, wat is Deacon een typetje, hè? Ik denk dat hij gewoon niet graag heeft dat er zo over zijn vrouw gesproken wordt. Nou, beetje regen. Premiedoelwitje. En natuurlijk volgende missies, ook vanuit dit kamp. Garrett is daar. Die hebben we al vanuit dit kamp gekregen. En daar moeten we heen voor de volgende. Dus ik ga deze aanzetten. En dat is in ieder geval de volgende missie die we gaan doen. Gaan we echt door het gebied heen reizen en echt gewoon nieuwe areas exploren. Ik hoop dat we ook via deze berg pas. Kijk maar, hier is gewoon een tunnel. Dat je ook gewoon van gebied naar gebied kan. Maar nu nog niet in ieder geval. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het liken. Dit was Days Gone aflevering 40. En tot de volgende, guys. Later.